letten kinderen op iemands huidskleur? Dit is de Universiteit van Nederland. Een aantal jaren geleden ging mijn dochter Indy naar een nieuwe klas. In die klas zat een ander meisje dat ook Indy heette. De juf die stelde voor om de eerste letter van hun achternamen te gebruiken om het onderscheid te maken. Maar dat werd Indy B en Indy P. Niet een heel erg duidelijk onderscheid, vond ik. Maar wat dan wel? Ze zijn even oud, ongeveer even groot, allebei lang haar. Toch zien ze er heel verschillend uit. Mijn Indy is bruin en heeft zwart haar. En de andere Indy is wit en had wit blond haar. Maar toen ik voorstelde om ze dan maar bruine en witte Indy te gaan noemen, reageerde de juf heel erg huiverig. Ze begon wat ongemakkelijk te kijken en zei, nou dat moeten we maar niet doen, want daar krijgen de kinderen alleen maar hele rare ideeën van. Nou, dat maakte mij nieuwsgierig, dus ik dacht, ik ga dit idee ook eens voorleggen aan een aantal ouders op het schoolplein. Die reageerden eigenlijk hetzelfde. Allemaal een beetje met wat ongemak en aarzelend en dat is niet zo'n goed idee. En een aantal ouders zeiden er ook bij dat het niet zo goed zou zijn om de aandacht te vestigen op huidskleur, omdat kinderen dat helemaal niet opmerken. Maar is dat eigenlijk wel zo? Zijn kinderen, zoals vaak wordt gezegd, kleurenblind en valt zoiets als huidskleur ze helemaal niet op? En hoe zit het dan met de ontwikkeling van de meningen van kinderen over mensen met een andere huidskleur of met een andere etnische achtergrond? Daarover gaat dit college. Maar eerst over u. Tenzij u werkelijk kleurenblind bent, ziet u hier een plaatje van mensen met heel verschillende huidskleuren. Pas in tweede instantie merkt u andere zaken op over deze mensen, bijvoorbeeld of het mannen zijn of vrouwen, of ze lang haar hebben of kort haar, of u ze aantrekkelijk vindt of niet. Uit hersenonderzoek onder volwassenen weten we dat mensen al binnen zo'n 120 milliseconden de huidskleur van iemand hebben geregistreerd. Dat is ontzettend snel en dat lijkt dan haast wel alsof dat helemaal automatisch gebeurt. Maar hoe zit dat dan bij kinderen? Onderzoekers hebben een hele slimme manier bedacht om al bij baby's te kunnen kijken of ze verschillen in huidskleur tussen mensen opmerken. Ze maken daarbij gebruik van een heel handig fenomeen bij baby's, dat we habituatie noemen, ofwel gewenning. En dat kun je zien door baby's een plaatje voor te leggen, bijvoorbeeld van een kat. Nou, dan zie je een kat. Die baby's gaan een hele tijd lang kijken naar het plaatje van een kat. Hartstikke leuk, interessant. Maar na een tijdje raken ze aan het plaatje gewend, wordt het saai en gaan ze wegkijken. Leg je daarna een nieuw plaatje voor, weer van een kat, maar net een andere, kijken ze heel even en denken ze, oh ja, dat heb ik al gezien, weer een kat, kijken ze heel snel weer weg. Als je een plaatje van een hond voorlegt, zul je bij baby's jonger dan 6 maanden eigenlijk niet zoveel verschil zien. Kat, hond, heb ik al gezien, een dier, ze kijken snel weer weg. Bij baby's ouder dan 6 maanden gebeurt er iets anders. Na een plaatje van een kat, een plaatje van een hond, die baby denkt ineens, hé, dat is wat anders. Ze gaan weer aandachtig, langdurig kijken naar het plaatje van de hond. Zo weten we dat baby's vanaf ongeveer 6 maanden het onderscheid zien tussen katten en honden. Nou, zo kunnen we dat natuurlijk ook doen met mensen met een verschillende huidskleur. En om dat te onderzoeken, hebben ze baby's plaatjes voorgelegd van gezichten van mensen met een Europees uiterlijk, mensen met een Afrikaans uiterlijk en mensen met een Chinees uiterlijk. En wat bleek, bij baby's jonger dan 9 maanden was een nieuw plaatje met bijvoorbeeld een Afrikaans gezicht na een plaatje van een Europees gezicht geen reden om opnieuw te gaan kijken. Blijkbaar maken kinderen voor 9 maanden niet zo'n duidelijk onderscheid binnen de categorie mens. Maar baby's ouder dan 9 maanden, die tonen wel ineens weer nieuwe interesse op het moment dat het volgende plaatje iemand is met een andere huidskleur of met een andere etnische achtergrond dan het vorige plaatje. Dus eigenlijk zijn kinderen al voor hun eerste verjaardag niet meer kleurenblind. Een andere ontwikkeling die hiermee samenhangt, die vindt plaats in dezelfde periode. Vanaf ongeveer dezelfde leeftijd dat kinderen onderscheid gaan zien tussen mensen met een verschillende etnische achtergrond, worden ze juist steeds slechter in het zien van onderscheid binnen een etnische groep die ze niet goed kennen. Voor die leeftijd kunnen ze nog verschillende, bijvoorbeeld Afrikaanse gezichten uit elkaar halen, maar na 9 maanden wordt dat steeds moeilijker. Ze gaan bij wijze van spreken, krijgen ze het idee, alle zwarte mensen lijken op elkaar, of alle Chinezen lijken op elkaar. Dat fenomeen kent u misschien wel. Het is een beetje vervelend als iemand het hardop zegt, klinkt altijd een beetje onaardig. Maar het is simpelweg moeilijker om individuen te onderscheiden uit een etnische groep die niet uw eigen etnische groep is, of een groep waar u veel ervaring mee heeft. Geldt overigens ook voor bijvoorbeeld Chinezen, die het veel moeilijker vinden om allerlei Europeanen uit elkaar te houden, als ze weinig ervaring hebben met die groep.
Nou, dit wordt ook wel het other race effect genoemd, het ander ras effect, en vindt dus al bij baby's plaats. In deze ontwikkeling schuilt misschien ook wel een van de oorzaken van stereotypen. Want het other race effect betekent feitelijk dat een andere groep als een soort eenheidsworst wordt gezien. Dus niet als een groep met allemaal individuen met hun eigen kenmerken, maar als één groot ongedifferentieerd geheel. Het is dan tot op zekere hoogte ook begrijpelijk dat we geneigd zijn een groep die we niet goed kennen als geheel te beoordelen. En groepsbeoordelingen leiden al snel tot stereotypen en vooroordelen. Baby's zien dus verschillen tussen etnische groepen. Ze zijn niet zo goed in het onderscheiden van verschillen binnen groepen die ze niet goed kennen. Maar wat doen die kinderen eigenlijk met die informatie als ze ouder zijn, als ze geen baby meer zijn? Welke gevolgen hebben dit soort dingen voor de ideeën die ze hebben voor mensen uit andere etnische groepen of mensen met een andere huidskleur? Nou, eerder dit jaar heb ik daar onderzoek naar gedaan met een van mijn studenten, Chantal Omereus. We lieten 150 witte Nederlandse kinderen plaatjes zien van 12 andere kinderen. En de vraag was, van wie van deze kinderen, naast wie zou je graag in de klas willen zitten? En wie zou je graag mee naar huis nemen om mee te spelen? En andersom, naast wie zou je niet willen zitten? En met wie zou je niet thuis willen spelen? Zoals jullie kunnen zien zijn er 12 plaatjes in 3 groepen verdeeld. Er zijn 4 witte kinderen, 4 donkere kinderen en 4 kinderen met wat we een moslimuiterlijk zouden kunnen noemen. Toen we vroegen met wie wil je spelen, naast wie wil je zitten, ongeveer 70% van de witte kinderen koos een wit kind om mee te spelen en naast te zitten. Toen we vroegen naast wie je niet wil zitten, met wie je niet wil spelen, koos ruim 80% een niet-wit kind. En met name de moslimkinderen werden nog het allermeest gekozen om niet naast te zitten of niet mee te willen spelen. Deze resultaten komen overeen met Amerikaans onderzoek. Daar vinden ze dat kinderen vanaf 1 jaar of 3 al liever spelen met kinderen uit hun eigen etnische groep. Een aantal jaar later volgt dan de negatieve kant daarvan, dat als je ze vraagt met wie ze niet willen spelen, dat ook vaker kinderen zijn die tot een andere groep behoren. Kinderen hebben dus eigenlijk al vanaf heel jonge leeftijd sociale voorkeuren die gebaseerd zijn op etniciteit en op huidskleur. Maar waarom is dat dan zo? Ligt dat aan de vroege cognitieve ontwikkelingen van baby's die ik zojuist heb besproken? Of heeft de omgeving hier nog invloed op? Welke rol spelen volwassenen, zoals ouders, hier dan bij? Nou, voordat ik deze vragen ga beantwoorden, wil ik eerst even een spelletje introduceren. Hij staat hier, het is Wie is het? Wie kent het spelletje? Vroeger gespeeld. Oh, kijk, iedereen zo wat. Voor degenen die het niet kennen, het is een spelletje met allemaal plaatjes van gezichten. En de bedoeling is dat je erachter komt welk gezicht jouw tegenstander heeft getrokken, door allemaal vragen te stellen waar je iemand ja of nee op kan beantwoorden. Nou, we hebben voor het onderzoek dat ik heb gedaan een andere versie gebruikt. Niet met tekeningen, maar met foto's. En de computer heeft nu zojuist één van deze foto's getrokken als voorbeeld. En ik zou graag met één van jullie uit het publiek het spelletje willen spelen als voorbeeld. Zou jij het willen doen? Ja, fantastisch. Hoe heet je? Just. Just. Nou, je kent het spelletje, je weet wat je moet doen. Ja. Nou, ik zou zeggen, ga je gang, stel de eerste vraag. Is het een man? Nee. Is het een kind? Nee, het is geen kind. Heeft ze een donkere huidskleur? Ja. Nog 2 over. Heeft ze iets wits aan? Ja. Okay. Fantastisch. Dank je. Het is Ella, goed gedaan. Dank je. Hartstikke bedankt, applaus voor Just. Moet ik even gaan zitten. Nou, je hebt fantastisch gedemonstreerd hoe je dit spelletje zo snel mogelijk kunt winnen. Want de slimste vragen om te stellen zijn eigenlijk de vragen die je een 50-50 kans hebben. Hè? Er zijn 3 duidelijke 50-50 vragen hier bij dit spelletje. De eerste is geslacht. Is het een man of een vrouw? De tweede gaat over leeftijd. Is het een kind of een volwassene? En de derde ging over huidskleur. Is iemand wit of donker? Nou, we hebben deze versie gespeeld op een evenement samen met een groep studenten. En er hebben 136 mensen meegedaan, meestal wit, hoogopgeleide mensen. En ze speelden dat spelletje 3 keer met ons. Wat bleek nu uit de resultaten toen we al die spelletjes bij elkaar hebben geveegd, is dat de huidskleurvraag significant minder vaak wordt gesteld dan de andere 50-50 vragen. Dit komt eigenlijk overeen met onderzoek uit Amerika, waar ze vonden dat ook volwassenen de huidskleurvraag zoveel mogelijk vermijden. En ze vonden daar zelfs dat kinderen die wat ouder zijn, 10, 11, 12 jaar, het spelletje verliezen van jongere kinderen, omdat de jongere kinderen de huidskleurvraag nog wel durven te stellen.
Wat wij ook merkten is dat als mensen de huidskleurvraag wel stelden, dat dat vaak met heel veel aarzeling en gedraai gebeurde. Hoe moet ik het zeggen? Nou, heel veel gedoe voordat eindelijk het woord wit of donker of iets dergelijks eruit kwam. Wat we ook merkten is dat mensen de huidskleurvraag zo gingen vermijden dat ze dan een alternatieve vraag moesten gaan bedenken om toch nog tot het antwoord te komen. Dan hadden mensen bijvoorbeeld alleen nog Milo en Mees over. De meest slimme, makkelijke vraag lijkt me voor de hand te liggen. Maar dan stelden mensen de vraag, heeft hij een wit boordje? Of heeft hij een kuif? In een ander geval kregen we zelfs de vraag, is zijn linkeroor zichtbaar? Dat was dan in een ander geval dan deze. Dus mensen wrongen zich in allerlei bochten om de vraag maar niet te hoeven stellen. Mensen, dus ook ouders, vinden het blijkbaar ongemakkelijk om over huidskleur te praten, dus vermijden ze het liever. Dit wordt ook wel de kleurenblindstrategie genoemd. En het is eigenlijk logisch dat ouders daarvoor kiezen als ze oprecht denken dat kinderen kleurverschil niet opmerken en dat het noemen misschien wel juist leidt tot vooroordelen. Het is een begrijpelijke keuze waarschijnlijk als mensen zich er ongemakkelijk bij voelen dat ze het maar laten. Het verklaart ook de reacties op mijn voorstel van bruine en witte indie. Maar wat de vraag is, wat de gevolgen zijn van het wel of niet bespreken van huidskleur en wat dat betekent voor de vooroordelen van kinderen. Eigenlijk weten we daar nog bijna niets over. Een aantal dingen kan ik noemen. Een voorbeeld is de contacthypothese. En volgens deze hypothese is het zo dat kinderen die meer worden blootgesteld aan etnische diversiteit, minder vooroordelen ontwikkelen over andere etnische groepen. Onderzoek wijst uit dat dat inderdaad het geval is. En dit is vooral onderzocht als het gaat om kinderen in scholen. Dus multiculturele scholen met veel etnische diversiteit. Kinderen die daarop zitten, hebben vaak minder vooroordelen over verschillende etnische groepen dan andere kinderen. Ik heb het nu gehad over of je het hebt over huidskleur, maar het maakt ook uit hoe je het zou kunnen hebben over huidskleur of hoe daarmee wordt omgegaan waar kinderen bij zijn. Er is heel interessant experimenteel onderzoek gedaan naar de manier naar sociale omgang tussen volwassenen en als kinderen dan toekijken wat ze daarvan oppikken. Ze hadden video's gemaakt van een witte volwassene en een zwarte volwassene die met elkaar praten, een gesprek hebben. En er waren twee versies van dat filmpje. In versie 1 was de witte volwassene, nou, die stond lekker dichtbij de gesprekspartner, maakte veel oogcontact, sprak op een ontspannen, relaxte toon. En in versie 2 van het filmpje deed de witte volwassene wat ongemakkelijker. Ze stonden verder af, maakten niet zoveel oogcontact, klonken wat zenuwachtig. Verder was de tekst van het gesprek exact hetzelfde en het gedrag van de zwarte persoon in de twee filmpjes was ook hetzelfde. De kinderen die het ongemakkelijke filmpje hadden gezien, vonden naderhand de zwarte gesprekspartner minder aardig dan de kinderen die het gemakkelijke filmpje hadden gezien. Dat niet alleen, ze vonden ook, als ze plaatjes te zien kregen van andere zwarte mensen, al die andere zwarte mensen ook eigenlijk wat minder leuk dan de kinderen die het gemakkelijke filmpje hadden gezien. Dus kinderen pikken dit soort subtiele sociale signalen heel snel op, trekken daar allerlei conclusies uit, niet alleen over die ene persoon, maar over de hele groep waartoe die persoon behoort. Het zou dus goed kunnen dat kinderen hun mening over mensen uit andere etnische groepen voor een deel baseren op allerlei subtiele boodschappen, zoals ongemak, bij mensen uit hun omgeving. Nou zijn ouders natuurlijk niet de enige die boodschappen kunnen overbrengen over mensen met een andere huidskleur of een andere culturele achtergrond. We hebben natuurlijk leraren, leeftijdgenoten die daar ook invloed op hebben. En dan hebben we niet te vergeten, heel belangrijk zeker voor jonge kinderen, media en de commercie. Uit analyses van dat soort materiaal, films en series blijkt dat wat mooi en goed is heel vaak met wit en licht en blond wordt geassocieerd. En de slechterikken vaak zwart haar hebben en een wat donkerdere huidskleur. En dan komt Disney eindelijk met een donkere prinses, verandert ze binnen een half uur in een kikker. Er was één commentator die daar wat moois over zei, die zei, toen Disney een gekleurde prinses introduceerde, was groen niet de kleur die we in gedachten hadden. Er is aan publieke beeldvorming, met name gericht op kinderen, nog heel veel te doen op dit gebied. Terugkomend op de vraag aan het begin van het college, letten kinderen op iemands huidskleur of zijn ze kleurenblind? Het is duidelijk dat baby's al huidskleur opmerken. Kinderen hebben al heel jong ook een voorkeur voor andere kinderen uit hun eigen etnische groep. En we weten dat volwassenen het heel ongemakkelijk vinden om huidskleur te benoemen en het erover te hebben. Maar we weten ook dat kinderen dat ongemak opmerken. Dus concluderend kunnen we stellen dat kinderen niet kleurenblind zijn, ook al doen volwassenen vaak alsof ze het wel zijn. Dankjewel.